wordt, dus elke stof wordt afzonderlijk getoetst. Hey, Laurens, even zit er ook tussen. In recent onderzoek zijn al die gegevens van de waterbeheerders over de afgelopen 80 jaar bij elkaar gevoegd. En dat zijn er heel veel. Jaap laat zo meteen zien hoeveel. En is berekend hoe het verloop van de concentratie in de afgelopen jaren is gegaan. En of die stoffen ook en in combinatie met elkaar hebben geleid tot een hoge toxische druk. En daarbij sluiten we aan bij de sessie die vorig uur heeft plaatsgevonden. Hij schetst, Jaap gaat straks het beeld schetsen van de huidige situatie in Nederland. De huidige situatie is eigenlijk de laatste periode genomen van de laatste 5 jaar. En dat doen we om te laten zien hoe de toestand nu is, maar ook als een eikmoment om straks in de toekomst te kijken of de inspanningen die we verrichten, of die gaan leiden tot een betere waterkwaliteit. Ik noem al even de spreker van vanochtend, dat is Jaap Postma van Ecofide. Hij spreekt namens een consortium van personen die bijgedragen heeft aan dit project. De andere mensen die eraan bijgedragen hebben zijn Leo Postuma en Jaap Slootweg van het RIVM. De sessie wordt gefaciliteerd door Anja Derksen. Zij houdt de chat in de gaten. Dus als jullie vragen hebben, plaats ze in de chat. En Jeroen de Bruin, die is de technisch assistent. Mijn naam is Bas van der Wal. Ik ben programmacoördinator watersysteemonderzoek bij de STOA. En ik ben daar verantwoordelijk voor het onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. Tijdens de presentatie wordt gebruik gemaakt van de Mentimeter. Je krijgt straks daarvoor een code ook in beeld. Die moet je intypen en dan kun je meedoen met de enquêtes. Ik hoop dat er na de presentatie tijd is voor discussie. Anja zal dan de belangrijkste vraag uit de chat naar voren brengen. Wij kunnen in deze sessie niet alle vragen beantwoorden waarschijnlijk die er zijn. Maar ik kan u geruststellen. We zijn druk bezig met het schrijven van een rapport over deze studie. En daarin staat veel meer informatie dan nu door Jaap gepresenteerd kan worden. Dus houd het in de gaten, dat rapport komt zeker voor de zomer uit. Het is nu onderwerp van een review door een aantal specialisten. Maar ik verwacht dat we in de loop van dit jaar, dit voorjaar eigenlijk wel, het rapport kunnen publiceren. Ik zal mijn introductie verder houden. Ik wil eigenlijk meteen het woord geven aan Jaap. Jaap, kun jij je scherp delen en het overnemen? Dat moet lukken, denk ik, hè? Als het goed is, horen jullie mij nu en zien jullie een scherm. Ja, helemaal goed. Prachtig. Dank Bas voor die introductie. En inderdaad spreek ik mede namens Leo en mijn naamgenoot Jaap bij het RIVM. En vooral Jaap heeft een groot aandeel in al het rekenwerk waar wij niet zonder zouden kunnen. De hele presentatie draait eigenlijk om één vraag. Zijn stoffen belemmerend op de ecologie? En zodra je daarover nadenkt, dan komen er vervolgvragen. Als dat dan zo is, waar is dat dan? En welke stoffen? En de hele presentatie wordt opgehangen aan het begrip toxische druk, waar Leo en Inge het in de afgelopen uren al over hadden. En het doel van deze praten is niet alleen het landsdekkend beeld te schetsen, maar ook om na te gaan of je die toxische druk ondertussen ook kan gebruiken in besluitvorming. Is het een betrouwbare maat? Of wat is er nog voor nodig? Kan je het eigenlijk als een soort thermometer zien? Toen de doktoren vroeger begonnen met thermometer, wist men niet zo goed hoe je die graden moest interpreteren. En ondertussen zijn we er met z'n allen eigenlijk wel van overtuigd dat ook zonder medische kennis, bijna 38 graden, is er iets aan de hand, maar hoef je niet meteen met snelle spoed naar het ziekenhuis. En dat is bij 40 graden anders. Mijn streven is om telkens een stapje te zetten en aan te tonen dat die toxische druk dusdanig betrouwbaar is dat je hem inderdaad als een thermometer kan gaan zien. Twee elementen zitten daarin. Is hij bruikbaar en zie je ook het effect van maatregelen? Dat probeer ik in de komende paar 15 minuten te bespreken. En ik begin eigenlijk maar eens met de samenvatting, want het ging over feiten. Als de vraag is, zijn stoffen belemmerend op de ecologie, dan kan ik daar een volmondig ja op beantwoorden. Dat tonen we aan. Waar? Het treedt op in ongeveer de helft van het oppervlaktewater. Natuurlijk verschilt de mate en de sterkte van de effecten, maar je ziet het in de helft van de locaties.
Als je kijkt naar de sterkte effecten, dan zijn het vooral de gewasbeschermingsmiddelen die daarvoor zorgen. Als je kijkt naar het aantal locaties waar het ziet, dan is het vooral een mengsel van metalen en ammonium. En als we meer vertrouwen willen krijgen in het gebruik van toxische druk, zelfs als je niet helemaal precies weet hoe dat ding tot stand komt, dan zijn er twee dingen van belang. We gaan in op het feit dat het de parameter correleert met effecten op macrofauna en op POC's. Daar laat ik een paar voorbeelden van zien. Die heb ik wel geluid. Oh, alhoewel. Dat is mooi. Oh ja, ja. Ik heb ook geluid. We kunnen illustreren dat het effect van maatregelen inderdaad te zien is in de lagere toxische druk. Als we dat vasthouden, dan ben ik heel gelukkig. En dan nu een aantal details. Waar zijn we mee begonnen? We hebben, zoals Bas gezegd, alle waterschappen, al hun chemiedata van alle locaties en alle jaren opgevraagd. En als je dat bij elkaar voegt, dan krijg je een gigantisch bestand met 44 miljoen regels, 30.000 locaties en de eerste metingen zijn vanaf 52. Waarom vragen we alles op, terwijl we uiteindelijk voor deze studie alleen de gegevens van 2013, 2018 hebben gebruikt? Dat heeft mede te maken met de presentatie van de volgende sessie, waarin naar de trend is gekeken. Voor de huidige sessie gaat het dus om ruim 8500 locaties, die we gemiddeld genomen, gemiddeld genomen elke 4 meetjaren bezocht hebben. En als je dan daar een kaartje van maakt in Nederland, dan krijg je dit. Dat zijn 8583 locaties. Dat betekent, teruggerekend, dat er op elke 5 vierkante kilometer een monitoringspunt ligt. En ik kan me niet voorstellen dat er ergens in deze wereld een land is die een dichter meetnet voor chemische oppervlaktewaterkwaliteit heeft. Oké, dan de toxische druk. Inge en Leo hebben het er uitgebreid over gehad. Voor de nieuwe instappers doe ik het nog even in het kort. Dit is een grafische weergave van een soort gevoeligheidscurve. Dus die beeldt uit dat de gevoeligheid van soorten voor een bepaalde stof verschillen. In de normstelling hebben we gezegd, we willen de norm zo kiezen dat in ieder geval 95% van de soorten beschermd wordt. Dus 5% mag eventueel een effect ondervinden. En die norm leid je op die manier af op de x-as. De toxische druk werkt hetzelfde, alleen de andere kant op. Nu weten we de gemeten concentratie in het milieu. En je kan op de y-as afleveren welk deel van de soorten waarschijnlijk wordt blootgesteld boven hun effectdrempel. En als je dat voor één stof kan doen, dan kan je dat voor alle stoffen doen. En als je het voor alle stoffen kan doen, dan kan je het ook voor alle locaties over die 6 jaar doen. Is dit nieuw? Nee, dat is niet altijd nieuw. We hebben, zoals gezegd, een eerste versie in 2016 ontwikkeld. En daar draaide het ook om de toxische druk. Maar er zijn een paar wijzigingen. De eerste versie ging het alleen over acute effecten, een kortdurende blootstelling. We hebben nu de hele berekening in tweeën gehakt, zowel voor de korte als de langdurende blootstelling. Daar zit een redelijk verband tussen. In dat plaatje laten we zien dat als je de oude acute druk van de 10%, dat is een van de grenswaarden die is aangehouden, extrapoleert, dan betekent het dat ongeveer 40% van de aanwezige soorten wordt belemmerd bij een langdurige blootstelling. Een tweede verandering is dat we de biologische beschikbare concentratie op een andere manier accurater zijn gaan berekenen. Biologisch beschikbare concentraties die hangen af van allerlei parameters als pH, zwevende stof en opgelost koolstof. En in steeds meer locaties worden die ook simultaan met de chemische analyses gemeten, maar nog niet in alle. En wat moet je nou doen als je die gegevens niet hebt? In versie 1 maakten we daar gebruik van een landelijke defaultwaarde. En die was aan de voorzichtige kant gekozen. Waarmee de toxiciteit eigenlijk iets werd overschat. In werkelijkheid werkt zo'n landelijke defaultwaarde eigenlijk niet. En dat illustreren we bij deze aan de pH. Links zien we de maandgemiddelde pH van twee waterschappen. Waarbij duidelijk is dat het ene waterschap het andere waterschap niet is. Maar je ziet ook een hele duidelijke variatie over de maanden.
wederom dankzij het rekenwerk van Jaap, hebben we aan de rechterkant een eenvoudig modelletje laten draaien, waar je die variatie in ruimte en tijd in beeld brengt. En wat je nu ziet, is dat Delfland voorbeeld is van het, zou maar zeggen, laag Nederland, waar je in het voorjaar, in april, mei, een piek in de pH ziet. Laag Nederland wordt blauw. Hoger Nederland, daar verandert eigenlijk heel weinig in de pH over het jaar. En die is vrij constant. Dus voor locaties waar we de juiste parameters niet beschikbaar hadden, hebben we op basis van dit model schattingen gedaan. En dat niet alleen voor de pH, maar ook voor je DOC en je zwevende stof. Een ander aspect wat van belang is, is dat niet op elke locatie alle stoffen worden gemeten. Dat zou natuurlijk rekenkundig heel fijn zijn, maar financieel niet. We hebben daarom gewerkt met stofgroepen om zo de variatie binnen een stofgroep te beperken. We hebben in totaal 5 stofgroepen doorgerekend. Links te beginnen is het ammonium. Dat is een eenvoudige stofgroep, namelijk alleen maar ammonium. We hebben de stofgroep van de metalen, waar in dit geval zink even als voorbeeldstof is gebruikt. De PAX. En aan de rechterkant imidacloprid als voorbeeld van de gewasbeschermingsmiddelen. En de restcategorie is allerlei andere overige organische microverontreinigingen. Dit kaartje geeft met de stippen aan op hoeveel locaties die pakketten zijn toegepast. En geeft voor de specifieke stof in de verschillende kleurtjes ook meteen een indicatie van de hoogte van de concentratie. Dat kan je dus omzetten in toxische drukken. En dan krijg je deze plaatjes. Ik denk dat die wat klein zijn. Dat geeft niet, want ik ga ze vervolgens leuk bespreken. Hier staat heel veel informatie op. En ik begin rechtsonder. Rechtsonder laten we een frequentiediagram zien van zowel de toxische druk bij een kortdurende als bij een langdurige blootstelling. En daar hebben we 2 grenswaarden even ingetekend. Dit zijn de grenswaarden zoals die in de versie 1 zijn gehanteerd. Boven 0,5% begonnen we het toxische druk te zien. En boven 10 vonden we het een sterk effect. En in die frequentiediagram kan je vervolgens aflezen hoeveel procent in een bepaalde categorie valt. Ik heb die andere grenzen nog niet laten zien. Dat is omdat we nog niet helemaal klaar zijn met het werk. En in het KUWK-project Toxiciteit worden die klassegrenzen nog verder besproken. En willen we hem ook meer laten aansluiten op klassificatie binnen de KRW. Zodat we het kunnen hebben over goed, matig, ontoereikend en slecht. Als we de voorlopige klasindeling hanteren, dan krijg je het cirkeldiagram rechtsboven. Waarbij geel, oranje en rood duiden op een verhoogde toxische druk. Voor metalen geldt dat dus voor orde grootte een 30% van de locaties. Waarbij 20% een lichte vorm van verhoging kent, 20% een matig tot sterke en een kleine procent in de zwaarste categorie valt. Dat kan je in een cirkeldiagram doen en je kan het dus landsdekkend doen. En daar vallen allerlei details op. Een van de dingen die natuurlijk opvallen is dat Brabant en Limburg aan de hoge kant zitten. Mensen die kennis hebben van metaalverontreiniging in Nederland zal dat niet verbazen. Dat het in de ruime omgeving van de Kempen over het algemeen wat hoger is. Er zit ook een element in waar we nog mee bezig zijn. Friesland valt bijvoorbeeld op. En dat is een gevolg van het feit dat daar silicium in gemeten is. Wetterskip is heel actief. Die heeft ongeveer het hele periodieke systeem doorgemeten. Inclusief allerlei elementen als wolfraam, zirconium en erbium. Maar ook silicium. En silicium is een van nature voorkomende stof die waarschijnlijk niet helemaal accuraat in de berekeningen meelopen. De controles lopen daar, dus dat zal waarschijnlijk nog veranderen. Dit zijn kaartbeelden. En de vraag was, is dat nou een relatie met de ecologie?
En op een van de vragen kunnen we voorbeeldlocaties geven. Nou, dit is een voorbeeldlocatie. Hij ligt net niet in Nederland. Dit is een onderzoek wat we een paar jaar geleden in Vlaanderen hebben uitgevoerd. In de metaal verontreinigde beek hebben we allerlei testen uitgevoerd. Onder andere chronische testen met een dafia. Daar hebben we een zestal monsters van het oppervlaktewater genomen. En als je in de meest bovenstroomse plek van die beek kijkt, daar is hij vrij schoon. En zie je een goede overleving en je ziet ook een goede reproductie. Maar als je in de wat meer verontreinigde stukken komt, dan zie je locaties waar ongeveer 50% van de watervlooien doodgaat. En waar je ook een flinke reductie van de voortplanting ziet. Dat is wederom die acute paf van 10%. Die is niet zo gek gekozen als je 50% van je dieren doodgaat. En voor de onderbouwing, dat is niet alleen de waterflow. We hebben die testen ook met de flowkreeft gedaan. In dit geval een gammarus. En ook die gaat meer dan 50% dood. Ter vergelijk, de maximale zinkconcentratie in die monsters was iets van 300. Dat is voor Nederland als geheel een forse concentratie. Maar kijk je naar Brabant en Limburg, dan zijn er meerdere locaties met zinkconcentraties boven de 300. En daarmee is dit een representatief voorbeeld. Een andere stofgroep is de Pax. De Pax eigenlijk laat hetzelfde beeld zien. Rechts de frequentieverdeling, het cirkeldiagram en de kaart van Nederland. Met één groot verschil. Pax veroorzaken relatief weinig toxiciteit. De plekken waar je een verhoogde toxiciteit vindt, dat is vooral in West-Nederland. Voor de mensen van Hollands Noordkwartier, dit is een bekende plek met een pak verontreiniging. Die komt er dan ook wel weer keurig uit. Maar er zijn ook relatief veel monsterpunten doorgemeten. Ook in dit geval aandacht voor een voorbeeldlocatie. Dat zijn de grachten van Amsterdam. Daar hebben we onderzoek gedaan naar een pak verontreiniging. In totaal zijn er 30 monsters genomen. Met allerlei BOC's getest. Dit laat effecten van een flowkreeft zien, waarbij we naar de overleving kijken. En op de X-as wederom de toxische druk. Wat je hier ziet is dat de monsters met een verhoogde sterfte en dus een verlaagde overleving wel aan de bovenkant van de toxische druk zitten. Dat is fijn. Maar de overlap met locaties met een vergelijkbare druk en een goede overleving is groot. En dat komt doordat de paks in het sediment niet allemaal even beschikbaar zijn. Je kan die biologisch beschikbare fractie in het sediment meten en daarvoor corrigeren. Dat hebben we in deze studie niet gedaan. We hebben het op een andere manier in beeld gebracht. Namelijk door gebruik te maken van ultraviolet licht. Ultraviolet licht heeft de eigenschap dat de pakmetabolisatie wordt geactiveerd, fotoactivatie, waardoor de effecten opeens sterk vergroot worden. Dus we hebben de dieren die overleefden. En nu is er een echo. Aan het eind van de experimenten een kwartiertje onder een UV-lamp gezet. En dan zie je dat dieren die op zich overleefden, zodanig veel pax hadden opgenomen dat ze onder die UV-lamp acuut in 15 minuutjes alsnog sterven. En dan zie je een hele scherpe, duidelijke grens tussen hoog verontreinigd en laag verontreinigd monster. Het laatste voorbeeld wat ik nu even wil laten zien zijn de gewasbeschermingsmiddelen. Waar pax aan de lage kant zitten, zitten deze aan de hoge kant. Je hebt een hele andere frequentieverdeling en je hebt ook dus een ander cirkeldiagram waarbij in 2/3 van de locaties sprake is van verhoogde toxische druk. Wederom zie je variatie. Je ziet in Delftland, dat zal niet verrassen, hoge waarden. Je ziet in Rijnland zie je ook verhoogde waarden. En voor de verschillende waterschappen zullen de bekende probleemgebieden ook herkenbaar zijn. Friesland weet veel van toxische druk aan de Waddenzeekust. Venlo is ook zo'n plek waar we het bekend voorkomen. Wederom,
een laatste voorbeeld van hoe die toxische druk te relateren is aan ecologische effecten. En daarvoor maak ik gebruik van onderzoek wat Delfland heeft uitgevoerd in hun glastuinbouwgebieden met veldtesten met de waterflow. Dat zijn testjes waarbij je waterflow je een week uithangt en kijkt naar de overleving. Die hebben in de periode vanaf 1990 tot 2008 ruim 2000 testen uitgevoerd. En altijd simultaan ook gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Als je die gewasbeschermingsmiddelen omzet in de toxische druk en die waarde uitzet tegen de overleving, dan krijg je een zeer eenduidige relatie waarbij je hogere toxische druk, lagere overleving. En die effecten die beginnen eigenlijk al bij die 0,5% die we in de versie 1 ook als criterium hebben gebruikt. Om het effect van de tijd te laten zien, er zijn ontzettend veel maatregelen genomen in en door het hoogheemraadschap. En dat heeft tot resultaat geleid dat die hoge sterfte, waarbij begin jaren 90 eigenlijk alle testen die deed volledig sterfte optrad, in 2007 waren gereduceerd tot bijna geen verhoogde sterfte meer. En als je die twee samenvoegt, dan kan je op de x-as natuurlijk nog steeds de jaren zetten, maar op de y-as de toxische druk. En dan zul je zien dat die ook afneemt. Dat laatste plaatje heb ik even niet laten zien. Er is natuurlijk veel meer te zeggen, maar vanwege de tijd hou ik het hierbij. Ik kom terug op de feiten waar ik mee begon. Met twee toevoegingen. De conclusie dat het in het helft van het oppervlaktewater optreedt is gebaseerd op het plaatje wat ik niet heb laten zien. Dit is alle stoffen samen. En dan zie je dat geel, oranje, rood de helft van het aantal locaties uitmaakt. Welke stoffen het belangrijkst zijn, dat hebben we laten zien door te gebruik te maken van de trefkans. Hoe groot is nou de kans dat je op een bepaalde locatie verhoogde toxische druk vindt? En die zijn bij gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk vergroten. Daar wou ik toe laten. Dat waren een hoeveelheid feiten. Ik eindig met een mening. Naar mijn mening is toxische druk een bruikbare thermometer. En ik denk ook dat de sleutelfactor een belangrijke en tot nu toe wat onderbelichte factor is. En ik hoop dat jullie daar vertrouwen in gaan krijgen door dit soort voorbeeldprojecten. En daar wil ik toe laten. En nou hoor ik even niks. Ik neem het even over, want ik krijg bericht van Bas dat zijn microfoon het niet doet. Ik heb de chat bijgehouden. Allereerst veel complimenten voor deze duidelijke presentatie en de mooie voorbeelden van effecten van toxiciteit op de ecologie. Een van de vragen was welke metalen behalve zink spelen nog meer een rol bij de toxische druk, moet ik zeggen. Bijna allemaal spelen ze wel ergens een rol. In afnemende volgorde is het zink, nikkel. En daarna doe ik het even uit mijn hoofd. Koper. En dan een tijdje niks. En dan wordt het een rijtje verzamelingen met wat minder vaak voorkomende metalen. Okay. Ik ben er weer. Anja, kun je de volgende vraag stellen? Jazeker. Er werd opgemerkt dat ammonium er blijkbaar wel regelmatig toe doet. En wordt er in dat verband ook naar de pH gekeken? Want die heeft daar natuurlijk ook invloed op. Ja, natuurlijk. Ik heb het even in het gemak over ammonium gehad. We hebben voor deze berekening alles omgerekend naar ammoniak. Dus pH en temperatuur afhankelijk. Je kan nog twijfelen of je niet en de toxiciteit van ammonium en de toxiciteit van ammoniak moet berekenen.
We weten ondertussen dat ook ammonium giftige effecten veroorzaakt. Maar het is lastig om die twee uit elkaar te houden. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen om de conclusies alleen te baseren op de toxiciteit voor ammoniak. En dus pH en temperatuur gecontroleerd. Er is ook een vraag, het wordt net gesteld. Is er al meer bekend over de toxische druk door medicijnresten? Meer bekend is een makkelijke vraag. Ja, ja, altijd. Vandaag weten we meer dan gisteren. En morgen weten we nog meer. In het grote plaatje spelen die overige organische microverontreinigingen een kleinere rol op het eindplaatje. En dat heeft twee effecten. Ze worden minder vaak gemeten. Dus er zijn gewoon minder metingen van. Maar het zijn ook stoffen waar we qua toxiciteit nog wat minder over weten. Hoe meer onderzoek er gedaan wordt, hoe meer inzicht in die toxiciteit en hoe duidelijker de patronen. Dat wel. Dus ja, we meten meer, maar het beeld is zeker nog niet compleet. Nee. Er komen plotseling heel veel vragen in het chat, dus ik ben even aan het kijken. Er is ook een vraag naar de toxiciteit van sedimenten. Daar is nu niet naar gekeken, het is alleen in water geweest, toch? Alle kaartjes is alleen oppervlaktewater. Dat voorbeeld van dat pak verontreinigde sediment was dus inderdaad sediment. Maar daar is nog geen toxische druk berekend voor sedimenten? In dat voorbeeld hebben we de sediment toxische druk berekend. En die is ook beschikbaar. Dat is een onderdeel van een handleiding sedimentbeoordeling. Maar dat was nu even alleen als voorbeeld om te laten zien dat verhoogde toxische druk uit te rekenen is in een PAF-waarde, maar ook te correleren is aan effecten op beestjes. Ja. Even kijken hoor. Dit vind ik ook wel een interessante vraag. De MS-PAF is een potentieel aangetaste fractie van soorten. Maar als er nou geen soorten zijn als gevolg van andere drukken in het watersysteem, hoe kan je dan zeggen dat de toxische druk de ecologie beïnvloedt? Dat is een kip-en-ei verhaal. Ja. Er zijn gelukkig steeds minder locaties waar de toxische druk zo hoog is dat het een dominante factor is. Ja, met mijn promotieonderzoek heb ik jaren in de Dommel rondgelopen en dat was in die tijd duidelijk een situatie waarbij die dominant was, die toxische druk. Daar was 300 milligram zink nog een lage concentratie. Gelukkig hebben we een heleboel stappen gemaakt en is het op dit ogenblik vaak een onderdeel van een pakket aan probleemgebieden. Maar in een locatie waarbij de ecologie zowel door verhoogde nutriënten als door toxiciteit wordt beïnvloed, dan kan je zeggen, ja, ik heb al mijn toxische stoffen weggehaald en hij doet het nog steeds niet. Nee, de nutriënten waren beperkend. Maar dat kan je net zo goed omdraaien. Als je alle nutriënten zou beperken, dan doet de ecologie het nog steeds niet, omdat die toxische druk nog steeds te hoog is. Dus in die gevallen kom je er alleen maar door al die sleutelfactoren aan te pakken. Dus hij doet het toe. Het kan niet anders. Alleen je ziet het niet altijd even makkelijk. Daarom zou ik ook pleiten voor veel meer praktijkgericht onderzoek. Voorbeeldprojecten, demonstratieprojecten. Waarin je laat zien dat als je dit serieus neemt, je inderdaad effecten boven water haalt. Ja. Ben je er nog, Anja? Ja, ik ben er nog. Ik ben even aan het lezen, sorry. Als iemand anders even een vraag heeft, is ook prima.
Valt er ook iets te zeggen over de over hormonen, in hoeverre die aan de MS-PAF hebben bijgedragen? Ja, die vallen wat mij betreft even onder die categorie waar we het net over hadden met geneesmiddelen. Mm-hmm. Ze zijn meegenomen in het stofgroepje overig organisch. In het totale beeld van Nederland spelen ze daarmee een kleinere rol, omdat er ze op een relatief beperkt aantal locaties zijn geanalyseerd. En mede omdat de beschikbare kennis om een goede toxische drukberekening van die stoffen uit te voeren nog wat beperkt is ten opzichte van die andere stofgroepen. Dat wil niet zeggen dat ze geen effecten geven. Ik denk zeker dat ze dat geven. Alleen in deze grote schaal zou je het er niet uithalen. Ja, er wordt ook over opgemerkt over geneesmiddelen, dat het gebrek aan de toxiciteit van de individuele geneesmiddelen het lastig maakt om de effecten te bepalen. En dat er inderdaad goed zou zijn als er meer toxiciteitsdata voor die stoffen beschikbaar komt. Dat is waar natuurlijk. Dan kunnen die ook in de MS-PAF beter meegenomen worden. Een uitdaging bij de MS-PAF-berekening is dat er grote verschillen zijn in de hoeveelheid stoffen die zijn gemeten. Kun je nog wat meer aangeven hoe daarmee om is gegaan? Want bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, die worden heel veel gemeten. Andere stoffen een stuk minder. Kan je daar nog wat over zeggen, Jaap? Het is een eigenlijk altijd terugkerende vraag, omdat niet op alle locaties hetzelfde wordt gemeten. Wat wij gedaan hebben is de nadruk leggen op wat je wel weet en niet op wat je niet weet. Ik heb dat die vraag had ik verwacht, daarom heb ik hem een keer voorbereid. Ik spiegel het even op een nutriëntensituatie. Waarbij je het doel hebt dat de totaal stikstof onder de 1,8 moet liggen. En waaruit metingen kan blijken dat alleen nitraat als 6 milligram per liter is, maar kerel stikstof, hè, ammonium en organisch, en is even niet gemeten. Dat is eigenlijk de situatie waarbij het in toxisch druk ook gaat. We hebben bijvoorbeeld wel de metalen gemeten, maar weten even niks over gewasbeschermingsmiddelen. In zo'n situatie zou je twee dingen kunnen zeggen. Ik zie wel een verhoogde nitraatconcentratie, en die gaat over een drempel. Maar ik doe er niks mee, want ik weet niet wat het totaalplaatje is. In mijn ogen is dat een wat onverstandige keuze. Want je weet zeker dat je voor nitraat al een probleem hebt. Tuurlijk ga je verder kijken dan je neus lang is. En natuurlijk zou je in zo'n situatie ook je stikstof even meten. Maar je weet al dat je een besluit moet nemen om te kijken of je maatregelen kan nemen om je nitraat te verlagen. En dat geldt voor die toxische druk eigenlijk op dezelfde manier. Als je ziet dat je door één stofgroep al in een criterium, in een klasse zit waarbij je directe effecten kan verwachten, dan heeft het weinig zin om te gaan wachten totdat je nog meer analyses hebt. Want je weet al dat je maatregelen moet nemen. En daarom hebben we gekeken naar die effecten per stofgroep en pas als laatste naar het totaalplaatje. Ja. Je noemt net het nemen van maatregelen. Er komt hier heel duidelijk naar voren dat metalen en ammonium belangrijk zijn voor de toxische druk. Terwijl de meeste energie juist ligt nu op het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld om extra
medicijnresten uit water te halen. Ik vind dat toch wel een opvallende. Ik heb het zelf ook eerder gezien in andere onderzoeken. De vraag is of we dan met het goede bezig zijn. Natuurlijk liften nutriënten ook mee. Maar het is goed om over na te denken. Ik denk niet dat het of-of is, maar en-en. Inderdaad. In jullie rapportage is daar ook, wordt daar ook een doorkijkje gegeven naar maatregelen? Of niet? Nee. Nee. De rapportage nodigt uit tot een stellen van een heleboel vervolgvragen. Maar binnen dit project beperken we ons tot het geven van overzichten. Overigens zullen alle berekeningen van alle locaties gedeeld worden met de waterschappen. Dus die krijgen gewoon een Excel-lijst met locaties en per locatie de toxische druk in een korte en een langdurige blootstelling voor alle 5 stofgroepen, alsmede de uiteindelijke waarde, zodat ze voor hun beheergebied in meer detail kunnen kijken van waar zijn nou die hoge plekken en wat zijn dat voor locaties. Er wordt een vraag gesteld door Jan Hendricks, een gewetensvraag. De PAF-tools en de bio-assays waren in de jaren 90 al beschikbaar. Waarom worden ze dan toch nog niet zo gebruikt in het waterbeheer en het waterbeleid? Misschien moet je die vraag niet aan mij stellen. Als er iemand is die pleit voor het verder gebruik van bio-assays en dit soort metingen, dan ben ik het wel. Mm-hmm. Maar het is op zich wel een interessante vraag. Waarom heeft het zo lang geduurd? Dat het geland is. Dat komt natuurlijk ook. Mag ik aanvullen? Ja. Ga je gang. Ja, dit is een. Ik heb de historie van de kaderrichtlijn water gewoon vanaf 10 jaar daarvoor enzovoort allemaal bekeken. Hè. Dus het is allemaal waar dat alle dingen in de gereedschapskist zitten. Maar er zijn gewoon 2 vertrekpunten. En de ene is, we beginnen bij stoffen, want het zijn er zoveel en we hebben er een aantal beeld. En die zijn eng, dus we gaan vanuit de stoffen redeneren en dan per stof. Daarmee is er een norm gesteld. Dat is historisch het eerste gebeurd na Silent Spring zo'n beetje. En dan gaan we, we hebben stoffen, we gaan normen stellen, want dat doen we op de snelwegen ook. 100 km per uur, daar hebben we toch een heleboel mee in het beheer. Daarna is het middel heel erg veel getraind en gebruikt om via concentratienormen van alles te gaan doen. Daar willen we onder blijven. En we zijn ons toch wel rotgeschrokken met de presentatie nu van Jaap, maar ook natuurlijk veel eerder, dat er dingen boven de norm zijn. Boven de norm zijn we dus via de normstelling hadden we alleen vanuit de stoffenblik het voldoet en het voldoet niet systeem. En dat is zo in de genen van iedereen gaan zitten en in de gewoontes en ook in de uitwerking van de kaderrichtlijn water in de praktijk, dat we nu zitten met een systeem wat gebaseerd is op, kan deze stof gevaarlijk worden? Voldoet wel, voldoet niet per stof. Met 145 stoffen in beeld. En de rest hebben we gewoon laten zitten. En dat is 99,5% van de stoffen hebben we laten zitten, inclusief de mengsel. Nu komen we erachter dat we naar al die stoffen toe moeten. Maar hebben we weinig ervaring met de bio-assays, want die hebben we altijd een beetje achtergelaten. Nou, en dan krijg je dus inderdaad het kip-ei-probleem van wanneer gaan we nou de transitie doen, dat we de bio-assays accepteren voor die 170.000 stoffen, als we er geen ervaring mee hebben. Geen ervaring gaan we het niet doen. En we doen het niet omdat we geen ervaring hebben. Dat zijn we nu aan het doorbreken, omdat we inzicht hebben dat het er allemaal wel degelijk toe doet. Maar het is een historisch feit dat we gewoon een verkeerde afslag genomen hebben. Als we... Belangrijk is ook dat we in de loop van de tijd gaan werken aan het benoemen van grenswaarden. Ja. Je hebt die klassen net laten zien. Het is belangrijk dat voor het beleid belangrijk dat je iets hebt wat je tastbaar kunt maken en wat je kunt communiceren met mensen die die toxische druk veroorzaken. En je merkt in de praktijk natuurlijk ook al dat het beleid altijd wat achterloopt op de kennisontwikkeling. Dat is in Nederland niet anders dan in andere landen. En maar ik zie de laatste jaren wel een heel duidelijke verschuiving ook bij beleid, dus bij het ministerie, om meer te gaan doen in het beleid en in de normstelling met die effectmetingen. Ja. Ja, dit sluit mooi aan bij een opmerking die ook door Gert-Jan Zwolsman wordt gemaakt.
Waarom gaan we niet meer de lozingen van afvalwater beoordelen met bio-essays? Nou, die trend is dus al gaande. Ja, er loopt een belangrijke pilot waarbij je wordt gekeken naar de effectiviteit van aanvullende voorzieningen op rioolwaterzuiveringen. En daar heeft deze techniek, dus het meten van giftigheid voor en na de voorziening, heeft een grote plek gekregen. Ja, en bij de Camelot, daar is een, zag ik laatst in de krant, een hele intensieve campagne dat gewoon het industriegebied van Noord- en Midden-Limburg, wat een aantal loospunten heeft, of één, daar hebben ze dus in een integraal beeld van welke stoffen worden geloosd en een serie bio-essays die online gewoon melden van hier is iets niet lozingspijp dicht. Dus het gaat gewoon heel sterk de kant op dat het heel operationeel wordt. Dus krijgen we meer data en dus kunnen we de plaatjes die Jaap al liet zien uit incidenten, hè, gewoon metingen op plaats bedoel ik, dat er een correlatie is tussen toxische druk en bio-SC-responsies en toxische druk en biodiversiteit en toxische druk en zuiveringsinspanning, die krijgen we heel snel in beeld nu. En daarbij blijkt dus dat het allemaal valideerbaar wordt als we het gewoon gaan doen. Ja, en je ziet ook hier, dat werd ook in de chat gezegd, is dat die techniek, de total effluent beoordeling, al heel lang bestaat, maar niet gebruikt werd eigenlijk, of wel toegepast werd, maar niet benut werd. En dat sluit een beetje aan op het verhaal aan het begin van dit kennisfestival, waar het blijkt dat feiten alleen niet genoeg zijn, als ze niet passen bij maatschappelijke ontwikkeling of de manier waarop mensen met die feiten willen omgaan. Hè. Ik denk dat de total effluent beoordeling in die jaren gewoon nog te vroeg was voor het beleid en niet geaccommodeerd werd. En dat is inmiddels wel veranderd. De mensen zijn er meer open voor. Dus we hebben nieuwe kansen voor het toepassen van dit soort technieken. Ja. We naderen een beetje het einde van de sessie. Anja, heb jij nog een uitsmijter? Eigenlijk niet, nee. Nou, dan moeten we er maar een eind aan maken, mag ik zeggen. Dat klinkt zo dramatisch. Maar moeten we maar even afsluiten. Het is zo dat, ik heb het al gezegd, er wordt een rapport opgesteld over het werk dat Jaap en Leo hebben gemaakt. Dat komt voor de zomer uit. Dan moeten jullie de website van de STOA maar even in de gaten houden. We zullen er ook uitvoerig over communiceren. De materie is zo belangrijk dat we ook denken dat we daar wel een apart symposium aan zullen gaan wijden. Belangrijk is wel dus dat we naast de feiten die door Jaap zijn gepresenteerd, ook gaan nadenken over hoe die feiten moeten gaan duiden. Dus een beetje de communicatie over deze feiten kunnen gaan kanaliseren. En dat doen we de komende maanden. We hebben het nu in deze twee sessies, dus de vorige sessie en deze sessie, gehad over de effecten van stoffen op de biologie. Ik wil even een bruggetje maken naar de volgende sessie die in deze serie gaat plaatsvinden. Daar gaan we eigenlijk kijken van de biologie naar de stoffen. Dus gaan we het andersom kijken. Het gaat onder andere over de trends in aquatische insecten en de oorzaken, de omgevingsvariabelen die hebben geleid tot die trend. En we gaan kijken naar de effecten van wasbeschermingsmiddelen op insecten. Ik wil deze sessie afsluiten en ik hoop dat jullie ook de volgende sessie weer aanwezig zijn. Nou, tot ziens.